Debbie Stam, jij bent de meest ervaren speelster van dit team. Je hebt al heel veel meegemaakt, maar zo dicht bij de Spelen ben je eigenlijk nog nooit geweest, hè? Klopt. We zijn heel dichtbij en dat is een heel bijzonder gevoel. Ja. Wat was het voor wedstrijd vandaag? Want je moest winnen om door te gaan. En je speelt tegen een tegenstander die nog geen punt heeft gehaald en die ook al uitgeschakeld is. Hoe ging het? Dat is een wedstrijd met een vreemde spanning eigenlijk erop. Want je weet inderdaad, op papier moet je winnen. Maar het is geen slecht team. Individueel hebben ze best wel leuke speelsters. En wat je zegt, het team heeft eigenlijk niks te verliezen. Dus kan eigenlijk een hele rare dingen doen. En wij moeten winnen. We moesten zelf het spel maken. Plus de hal is helemaal leeg. Dus dan, het is een beetje het gevoel van een oefenwedstrijd. Maar goed, ik denk dat we daar wel volwassen mee om zijn gegaan. Ook als jullie achter stonden, leek het of jullie steeds controle hadden. Voelde dat ook zo? Ja, wel dat we heel veel vertrouwen erin hadden. Rustig, we bleven heel rustig. We wisten eigenlijk dat als wij het spel uitmaken, dat het dan onze kant op zou gaan. Morgen speel je in de halve finale. Waarschijnlijk tegen Italië, maar het kan ook nog België of zelfs Polen worden. Wat verwacht je van die wedstrijd? Het zal hoe dan ook bij onze tegenstander worden natuurlijk een groot gevecht worden. Want als je wint, dan ben je al zeker van nog een extra kwalificatie, wat een grote kans geeft op een ticket. En het maakt eigenlijk niet zoveel uit tegen wie we uitkomen. Het zal hard tegen hard gaan. Hoe bijzonder is het voor jou om dit mee te maken nog, aan het einde van je carrière, als ik zo vrij mag zijn? Ja, dit is of mijn laatste toernooi of ik ga voor Rio nog. En zo ben ik ook teruggekomen. Dus voor mij is het eigenlijk wel alles of niks. Ja. Maar deze kans laat je niet meer gaan, toch? Ben ik niet van plan. Dankjewel, veel succes. Dankjewel.